Vandaag staan we voor ons programma van Toeten en Blazen lekker in de sneeuw in Noorbeek. We staan hier voor de Hermeniezaal van de Berghallen uit Noorbeek. Maar we gaan niet de Hermenie vandaag in beeld brengen, maar een fluitensemble. En dat ensemble dat heet Fluitmozaïek. Hey Roen, even over het ensemble. Het is een heel bijzonder ensemble. Hoe is dat nou om zo'n fluitensemble mee te spelen? Het is heel erg leuk. Het zijn allemaal amateurfluitisten, heel gedreven, op een heel goed niveau. We spelen heel leuke verschillende stukken en we leren ook altijd nog iets bij. Ja, kijk eens, we hebben nog niet vurig. Want Wim ten Haar, dat is natuurlijk de eminence crise van fluiten Limburg, dat gaat stoppen bij het orkest in Luuk. Ja Wim, toch wel verrassend. Je bent toch al een aantal jaren bij dat orkest betrokken in Luuk, hè? Ja, zeker. Vanaf 72 ben ik toch beginnen te schnabbelen. En in 73, ja, in 73 vervast. Ja, 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 ja. Kan niet alleen iets in alleen dat je hebt genoopt om te stoppen? Nou, dat niet alleen. Het gehuur, hè, sowieso. Dus om het gehuur te beschermen. Want het is toch nog een gevaarlijk beroep wat dat betreft. Ja, en men kreeg voor één keer in de geschiedenis van orkest de gelegenheid om verrucht, dus met pensioen te gaan. Ja, dat vind ik ook wel aardig. Met pensioen gewoon in het orkest, dat wil dit zeggen, met pensioen gewoon als leraar? Nee, dat is natuurlijk niet, maar dan kan altijd dus nog rustig les doorgeven enzovoort. Doen is dus ook her. En ook dus kamermuziek is dat de bedoeling, kan je erop toeleggen. Ja. Want Wim ten Haar heeft nogal wat goede fluitisten voortgebracht. Hè? De nummers, de drie bekendste. De bekendste van nu natuurlijk is ook de meest recente, dat is de Herman van Kogelenberg. Hij speelt dus in het concertgebouw, speelt er door de tweede fluit en de alfluit. Dan heb ik dus nog verschillende, dus die dus ook fluitleraren zijn. Dus wie Inge Jurissen bijvoorbeeld. Jacques Wiermans, dus dat is een van mijn eerste leerlingen. Dus is terug in Kerkhoi in 1970, zeg maar. Ja. Alice Paulussen, dus dat is ook weer recent. Ja, die speelt dus fluit solo. Ja, en piccolo, inderdaad zo. Ja. De nieuwe generatie staat klaar, want daar heb je ook weer een dame die ook hier meespeelde in het ensemble. Die ook weer een grote prijs heeft gewonnen. Ja, dat is Rachel, dus dat heb je dus wel gezien, denk ik. Ja, ja Rachel, dat is een van de opvolgsters van Wim ten Haar. En daar hebben ze een groot succes behaald, heb je gehoord. Ja, ik ben Nederlands kampioen in de tweede divisie geworden. En tweede divisie, dat wil toch wel zeggen behoorlijk niveau, hè? Ja, dat is in de hoogste divisie. Dus. Heb ze nog het gehad in die lessen van Wim ten Haar? Wat maakt hem nu het zonderlijk ten opzichte van een leraar die alleen maar muziekschool heeft gehad? Ja, hij weet hoe het in de praktijk werkt. Dus ja, muziekschool is alleen muziek lessen. En ja, hier is het ook echt hoe je het moet overbrengen naar het publiek en zo. Je leert toch echt muziek maken, hè? Wil je ook verder worden in de muziek? Nee, ik wil geneeskunde gaan studeren. Dat is ook heel verstandig. Stan, wie is dat nu om les te krijgen van Wim ten Haar? Ja, dat is mijn oom, de neef van hem. Een goeie fluitist, dus daar krijg ik veel van leren. Cecile, er is geen familie van Wim ten Haar. Dan kunnen ze het eisen. Wie vindt het om les te krijgen van Wim? Ja, ook heel erg leuk. Ontzettend leerzaam. Ik vind het vooral heel fijn dat Wim ons meer leert dan alleen de noten, alleen de muziek, maar ook veel meer eromheen. Ja, kijkers, en TV Limburg, die hebben een geweldig 2004 gehad. En wat doen we? We gaan fluitend 2004 vinden. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Klinkersbeek, al meer dan 75 jaar in begrip en complete woninginrichting.